Hey, ik had gisteren gezegd dat ik vandaag zal benoemen waarvan ik denk mensen dat ze een beetje autistisch zijn. Ondertussen zijn we hier de eendjes aan het voeren. Ik film nou hoe jij de eendjes voert. Hoi. Nummer 1, dat is, ken je Britt en Imke? Oh ja, ja, ken je nog wel, meisje met de bril. Ja, Imke Wieringa, die vertoont toch wel een beetje autistische trekjes af en toe. Je bent er gewoon gewend, hè, schat? Als mensen dat interessant vinden. Kom op, jongens! En nou ja, dan nog eentje die ik ook heb genoemd online is Maarten van Rossum. Maarten van Rossum is een oude gozer, zeg maar. Die heeft ook heel even gedacht dat hij cabaretier was. Maar voor de rest is het een kenner van bepaalde dingen. Maar die komt ook wel een beetje redelijk autistisch over. Dat zijn mijn suggesties. Vandaag dus weer gewoon een korte video. Oké, jongens, tot de volgende.